Sati, dat verhaal over dat onderzoek naar die mogelijkheid van thuisverplegen. Ja. Hoe ver ben jij daarmee? Nou, daar ben ik eigenlijk net pas aan begonnen. Maar dat duurt niet zo heel lang, denk ik. Het is niet zo'n lang verhaal. Ik heb daar geen foto bij dat artikel. Ze wonen prachtig aan de Dommel in Sint-Oederode. Vanuit hun appartement aan een mooi riviertje slingeren ze positief nieuws de wereld in. Wenny en Jan maken op hun laptops dagelijks prikkelende verhalen voor de Goed Nieuws site. Wenny en ik zijn erbij gekomen vlak voor coronatijd. En sinds die tijd werken wij mee aan de site. Jeroen Ongené, die begonnen is met de site in België, die geeft heel vaak een compliment over het soort artikel wat we gekozen hebben en daarover schrijven. We zijn begonnen met het leveren van nieuws uit dichtbij de provincie Noord-Brabant. We vinden het fijn als mensen een goed gevoel krijgen. Er zijn heel veel mensen met een slecht gevoel en het nieuws is niet altijd even prettig om te horen. En dit nieuws maakt je dan weer blij. Het is echt hobby. Ja, het is ook afwisselend. Hè? Het is de ene dag is het 3 uur en de andere dag is het 1 uur. Dat is alleen maar een fysieke afstand. Geen liefdesafstand, absoluut niet. Nee. Als we niet aan het werk zijn, dan zitten we echt wel dichter bij elkaar. Jan was vroeger journalist. Ik ben dagbladjournalist geweest. Ik heb 10 jaar bij het Eindhovense Dagblad gewerkt. Wenny deed heel wat anders. Ze werkte bij computerfabrikant IBM. Jan schrijft artikelen, maar Wenny is de eindredacteur en dus eindbaas. Ze controleert de verhalen van Jan onder meer op spelling. Ze kan streng zijn. Vinden de Nederlandse ziekenhuizen het belangrijk? Wacht even, welke... De tweede zin? De tweede zin? Vind staat er. Oh ja. Het moet vinden zijn, denk ik. Ah, vinden. Ja. Of het aardig... Soms is het niet aardig als ze me wijst op onduidelijkheden en dat gebeurt nogal eens. Ik probeer te lezen zoals een lezer leest en daar probeer ik dan echt, als ik iets niet snap, dan denk ik dat anderen dat ook niet snappen. Rubrieken als gezondheid en klimaat zijn het meest populair op de Goed Nieuws site. Het verhaal dat ze nu aan het maken zijn gaat over een ziekenhuisonderzoek onder IC-patiënten. Er is hun gevraagd of ze thuis verpleegd willen worden na een ingreep op de spoedeisende hulp. Kunnen ze dat? Willen ze dat? Dat willen de ziekenhuizen in Nederland willen dat weten. Met name vanwege de druk op de zorg en de hele vooruitstrevende technische ontwikkeling van thuismonitoring. Wenny en Jan hebben samen een geweldige hobby gevonden om een positieve bijdrage te leveren aan de maatschappij. Eerst was dat alleen in Brabant en nu in heel Nederland. Wij willen met de site goednieuwssite.nl willen wij een soort tegenwicht bieden om de mensen toch, je wordt er niet chagrijnig van onze site. Je wordt er zelfs een beetje plezierig van. Het geeft hoop en het geeft perspectief. Vorig jaar bezochten zo'n 7500 Nederlanders de Vlaamse Goed Nieuws site. Het echtpaar hoopt, nu ze een Nederlands adres hebben, het aantal lezers verder zal toenemen. Hoe lang blijven jullie dit samen? Hè? Nog 19 jaar. Ja. Dat de dood ons scheidt. Ja, het is fantastisch om te doen. En het houdt ons van de straat.